Hoi allemaal en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Senne en ik ben echt zo mega excited voor deze video. Ik heb namelijk vandaag voor jullie een YesStyle shopblog. Ik zal wel even kort uitleggen wat YesStyle is, mocht je er dus nog nooit van hebben gehoord. YesStyle is een online webshop waar ze dus allemaal Koreaanse producten verkopen. Ze verkopen kleding items, maar ook gewoon Koreaanse beauty en skincare producten. En Koreaanse skincare is echt de beste skincare, dus superleuk. En ze hebben ook gewoon allemaal lifestyle producten, tassen, schoenen, echt alles kun je er vinden. En ik ben echt zo mega excited, want ik heb dus nog nooit Koreaanse fashion besteld. En ik ben gewoon zo mega excited hiervoor. En ik hoop jij ook. Dus in deze video heb ik allemaal kleding items besteld. Ik heb namelijk hier twee volle zakken met kleding items. En in deze video ga ik jullie alle items laten zien. Ik ga ze samen met jullie unboxen. Ik ga ze ook aantrekken. En ik ga jullie ook vertellen wat ik ervan vind. Ik ga gewoon mijn eerlijke mening geven. Als ik iets niet leuk vind of niet mooi vind, ga ik het ook gewoon zeggen. Dus in deze video kunnen jullie gewoon mijn eerlijke mening verwachten. Het wordt dus gewoon een soort YesStyle review video. Dus heb je er zin in, doe dan zeker even dat blauw duimpje omhoog. En dan gaan we nu snel beginnen. Als ik jullie dadelijk alle items heb laten zien, zal ik op het einde even wat meer vertellen over bijvoorbeeld de levering en de verzending. En zal ik jullie een aantal tips geven. En ook heb ik voor jullie een hele leuke kortingscode waarmee jullie zelf een bestelling kunnen plaatsen op YesStyle. Maar dat zien jullie allemaal op het einde van deze video. Maar we gaan gewoon lekker beginnen en ik ga beginnen met mijn favoriete item. Alles komt dus trouwens binnen in dit soort zakjes. En het allereerste item is deze hoodie. Ik vind deze zoveel mooier in het echt als op de foto's. Dit is echt mijn favoriete item. Het is dus een grijze hoodie. Echt zo'n mooie kleur grijs. Hij heeft hier ook van die touwtjes. En hier staat een heel leuk tekstje op. Het lijkt van de voorkant nu een beetje een hele basic sweater. Maar als je hem dan omdraait, staat er echt een mega gave print op. Het is dus een maan. En er staat ook weer een soort tekst in. Maar ik vind dit echt mega gaaf. En ik hou echt van dit soort hoodies. Oh my god. Hij heeft hier ook nog een zak waar je handen in kan doen. En wat super chill is aan deze trui is dat hij ook een vliesstofje heeft. En het wordt natuurlijk nu ook echt wat kouder en echt winterweer. En dan zijn dit soort truien natuurlijk helemaal perfect. En hij heeft ook een vliesstofje waar je handen in de voorkant in kan doen. Dus bij deze zak, hoe fijn. Deze trui is een one size. Ik heb normaal eigenlijk volgens mij van alle items gewoon een XS of een S. Maar deze is ook echt lekker oversized. Dus helemaal heerlijk. En deze trui hebben ze trouwens ook in meerdere kleuren. Ik heb gekozen dus voor de donkergrijze versie. Maar ze hebben ook een lichtgrijze en een zwarte. Mega leuk. Dan gaan we door met het volgende item. En het volgende item is weer een topje. Ik heb volgens mij voornamelijk topjes en truien en zo in deze video besteld. Maar dit is echt het perfecte topje voor uitgaan. Het lijkt nu een heel basic topje. Hij heeft trouwens hier ook nog van die bandjes. Maar zo kunnen jullie het topje goed zien. Het is dus een zwart topje en hij heeft hier een cut-out. Wat ik echt amazing vind. Want cut-outs maakt een topje gewoon gelijk een heel stuk leuker. Want zo is het best wel basic. Maar met zo'n cut-out wordt het gewoon gelijk een heel stuk leuker. Dus dat is dit topje. Verder is hij gewoon heel erg simpel. En deze heb ik in een maatje S. Dan gaan we even door met een gekleurd item. Ik hou normaal best wel erg van de neutrale kleuren, maar deze kleur blauw vind ik echt prachtig. Dit is dus ook weer een topje met een cut-out, maar deze zit zeg maar hier een beetje bij je neklijn of bij je borst. Dit topje heeft echt een super mooi geribd stofje, dus daar hou ik echt heel erg van. Vooral in de winter en in de herfst zit dit gewoon heel erg chill. En zoals ik al zei, zo'n cut-out maakt gelijk een topje gewoon een heel stuk leuker en minder basic. Dit vind ik ook een heel leuk topje met bijvoorbeeld uit eten of een feestje. En verder is de achterkant gewoon heel erg basic, maar het gaat dus gewoon om het voorste gedeelte met de cut-out. Dit topje heb ik ook in een one size. Ik vind zelf dat je deze top echt wel tot een maat M kunt dragen, denk ik. Misschien ook wel een L, want hij is wel gewoon echt heel erg stretchy. Je kunt het zien, hij is echt heel erg rekbaar. Dus vandaar dat het denk ik ook een one size is. Ze hadden hier ook nog meerdere kleuren van. Ik ben dus gegaan voor de blauwe kleur, maar ze hebben volgens mij ook nog in het zwart, in het wit en een soort koffiebruin kleurtje. Dus heel erg leuk. Dan gaan we door naar deze twee te leuke topjes. Ook echt een van mijn favoriete items van deze video. Maar het zijn dus van dit soort topjes. Bij de aanbieder kun je deze gewoon het beste zien. Maar de stof van deze topjes is echt geweldig. Kijk, dit is de witte versie. Kijk, en je kunt het hier zien aan de binnenkant. Het topje heeft dus een dubbel laagje stof. En ik vond het dus zo leuk dat ik voor twee kleuren ben gegaan. Ik heb hem namelijk besteld dus in het zwart en in het wit. Maar ze hadden ook nog gewoon heel veel andere leuke kleurtjes. Zoals bijvoorbeeld groen en roze en zo. Dus heel erg leuk. En ik heb ze allebei in een maatje S. Dan gaan we door naar het volgende item. En dit zijn twee items die ik samen heb gekocht als setje. Dit is ook iets wat ik nog niet in mijn kast heb hangen. Maar ik vind dit zo mega leuk voor de herfst en de winter. Dus ik ga het jullie laten zien. Kijk, dit is namelijk een Spencer. En geloof het of niet, maar ik heb gewoon niks in mijn kast met überhaupt dit printje of dit modelletje. Ik heb gewoon geen één Spencer. En ik vind dit altijd gewoon mega leuk met een witte blouse eronder. En dan bijvoorbeeld gewoon hoge laarzen eronder of een leuk shortje. Ik weet nog niet precies hoe ik het ga combineren, maar ik vond het idee gewoon heel erg leuk. Dus ik ben gegaan voor deze kleur. Ze hadden hier namelijk ook weer meerdere
kleurencombinaties van. Maar volgens mij heb ik gekozen voor de zwarte versie. Je had namelijk ook nog eentje met beige tinten, dacht ik. Maar ik ben dus gegaan voor deze. Zo ziet hij eruit. Ik denk op zich wel dat ik hem in een maatje groter had kunnen nemen. Hetzelfde geldt ook voor de blouse. Dit is de blouse. Deze is ook iets meer gelig of zo. Ik had hem misschien wel echt meer wittig verwacht. Maar hij is wel echt wat meer aan de gele kant. En deze had ook echt wel een maatje groter gemogen. Ik denk dus dat deze wel in een maatje groter had gekund. Want dan was het gewoon iets meer een dress of zo, een jurk. Dus dat vond ik wel iets leuker, denk ik. Maar we gaan het gewoon allemaal zien bij de try-on beelden. Wat misschien ook wel handig is om te benoemen, is dat je YesStyle een beetje kunt vergelijken met bijvoorbeeld ASOS. ASOS is natuurlijk ook een online webshop waar je allemaal verschillende merken kunt kopen. En dat is YesStyle dus eigenlijk ook. Maar dan dus met allemaal Koreaanse merken. Dit komt bijvoorbeeld van het merkje Moon City. Daar hadden ze ook echt hele leuke items van. Ik zal sowieso even een aantal merkjes in de beschrijving zetten waar ik bijvoorbeeld al deze items van heb gekocht. Sowieso staan alle linkjes van alle items hieronder in de beschrijving. Zodat je daarop kunt klikken en ze kunt bestellen. Maar ik zal ook een aantal van mijn favoriete merkjes van YesStyle in de beschrijving zetten. Zodat je daar even naar kunt kijken. En onder andere vind ik Moon City dus echt een heel leuk merkje wat ze daar verkopen. Dus check zeker even de beschrijving. Sowieso staat alles in de beschrijving gewoon nog een keer uitgelegd. Zodat je dat rustig eventjes kunt nalezen. Dan gaan we door met deze drie items. En deze drie items vallen me een beetje tegen. Ik had deze iets anders verwacht. Het zijn namelijk een soort van sport PH's. Of gewoon chillen topjes voor in de zomer. Kijk, ik heb als eerste deze zwarte. Dan ben ik gegaan voor deze groene. Ik vond die kleur echt prachtig. En deze kleur ook. Kijk, ik heb ook nog deze. Maar deze topjes vallen me een beetje tegen. Vooral deze twee. Deze zijn volgens mij ook allebei hetzelfde. Maar ik had deze dus ook besteld als sport PH's. Maar ik vind de stof een beetje raar voelen of zo. Het is gewoon niet zo'n hele goede kwaliteit. En de prijs is natuurlijk ook helemaal niet duur. Dus ja, in principe moet je ook niet goede kwaliteit verwachten. Maar dit stofje vind ik gewoon niet heel erg fijn. Dit stofje vind ik wel al beter, maar ik weet niet. Ik vind de padding sowieso ook iets minder goed aanvoelen. Het is gewoon heel goedkoop, maar volgens mij kun je de padding, ja, de padding kun je er gewoon uithalen. Dus dat is in principe nog niet echt per se een probleem. Dit stofje vind ik wel echt al veel beter voelen, maar dit is gewoon heel erg ruw of zo. Ik weet niet precies hoe ik het moet uitleggen. Misschien dat je het een beetje kunt zien. Dus deze vind ik helaas tegenvallen, wat ik wel echt jammer vind. Want ik vond ze er op de site heel leuk uitzien. Maar deze twee zou ik niet zo snel aanraden. Deze kan nog in principe wel. Maar deze zou ik niet zo snel aanraden. Dan wel echt weer een item waar ik zo mega blij mee ben. Dat is namelijk deze trui. Als je mij al langer volgt, dan weet je dat ik helemaal fan ben van graphic sweaters. En dit is er dus ook weer één. Hij is weer lekker groot. Kijk, hier op de voorkant heb je dus staan Alaska Cruise United States. En dan krijgen we weer de achterkant. Ik hou echt van backprints. Ik vind het zo mega gaaf. En hoe mooi is deze print ook. Kijk even. Ik vind dit echt helemaal geweldig. Ik vind het zo gaaf. En hier hadden ze ook weer meerdere kleuren van. En ook meerdere kleurtjes waarin deze kleuren bijvoorbeeld anders zijn. Dus je moet echt even op de site kijken. Maar ze hadden zo mega veel leuke versies. En ze hadden deze trouwens ook in een hoodie versie. Maar ik ben dus gegaan voor de sweater. En ik ben hier zo mega blij mee. En hij heeft ook weer een heerlijk vliesstofje aan de binnenkant. Dus ja, echt blijer kun je mij niet maken. Dan heb ik deze twee topjes. En deze twee topjes vond ik zo leuk dat ik ook weer allebei de kleuren moest hebben. Namelijk dus een zwarte en een witte. Kijk, dit is namelijk het model van het topje. En het model op de site had hem ook zo mooi aan. Met bijvoorbeeld een soort, ze had een soort witte pantalon of zo'n zwarte pantalon. Je kunt het gewoon heel chic combineren. En dan gewoon allemaal mooie kettingen. En je haar mooi gesteld of gekruld of op een staart. Super mooi, maar ik zag dit gewoon helemaal voor me. Je kunt het gewoon heel chic dragen met bijvoorbeeld ook een blazer eroverheen. Of je kunt het gewoon lekker in de zomer dragen, in de lente. Je kunt er een vestje overheen doen. Ja, je kunt het gewoon op zoveel manieren stylen. En ik vond hem gewoon zo leuk dat ik ook dacht van ja, ik moet hem ook gewoon hebben in het wit. Het zijn ook gewoon zo'n fijne basics. Nu lijkt het heel raar, maar bij de aanbeelden kun je alles gewoon goed zien. En deze heb ik allebei in een maatje S. Dan heb ik nog een zwart item besteld. Dat is namelijk een topje, maar ik probeer een beetje uit te vogelen hoe deze zit, want ik kom er maar niet uit. Ik snap gewoon even niet hoe dit ding zit. Hoe dit topje zit. Oh, ik denk dat ik hem heb. Kijk, ik heb hem. Maar het is dus weer een soort halte topje. Jullie kunnen het nog niet heel goed zien. Kijk, hij heeft dus een gat. En dit gedeelte gaat zo een soort van gedraaid om je nek. Wat ik echt super leuk vind. Vooral in de zomer vind ik dit heel leuk. Maar in de winter, bijvoorbeeld met kerst en de feestdagen, kan het ook heel mooi zijn met bijvoorbeeld een glitterbroek eronder. Of een zwarte pantalon of een witte pantalon. Kan het gewoon heel chic staan. Dus deze vond ik ook echt geweldig. En het is dus een soort ribachtig stofje. En het voelt ook echt heel fijn aan. En hier hadden ze ook weer meerdere kleuren van. Ze hadden hem ook nog in het wit, in het lichtblauw en in het roze. En ik heb deze in een one size. Dan gaan we door met een tas. En ik moet zeggen, ik ben een beetje teleurgesteld over deze tas. Ik vind hem gewoon heel
goedkoop ogen. Ja, jullie kunnen het ook wel zien. Dit stelt echt niks voor. Ik denk dat de tassen van de Primark nog beter zijn. Kijk, dit is namelijk het tasje. Alleen vind ik hem gewoon heel goedkoop eruit zien. En dat komt ook denk ik door dit. Sowieso is het nu nog een beetje bekreukt van de verzending. Maar ja, ik weet niet. Het is gewoon eigenlijk een heel simpel tasje. Hij was ook niet heel duur. Volgens mij kostte het iets van 7 of 8 euro. Dus het is ook niet heel duur. Maar ja, het stelt ook gewoon helemaal niks voor. Hij heeft wel een rits. Dat vind ik wel echt heel chill. Ja, jullie ziet het ook. Hij klapt meteen weer in elkaar. Maar hij heeft dus een rits. En dan heeft hij papier aan de binnenkant. Ik kan er even uit. En ja, de binnenkant is verder ook niet heel veel speciaal. Het is gewoon een soort katoenachtig stofje. Ja, ik dacht gewoon een leuke zwarte tas. Zo voor bij je outfit. En in principe, het kan ook wel. Ik vind het er nog niet heel lelijk uitzien. Maar de kwaliteit is gewoon echt niks. Je moet er echt niet veel van gaan verwachten. Maar ze hadden deze ook nog in heel veel verschillende kleuren. Maar ik ben dus gegaan voor zwart. Want ik dacht, dat is gewoon lekker basic en casual. Dus dat is deze tas. En dan gaan we alweer door met het allerlaatste item. Dat is namelijk deze top. En ik heb hem weer in twee kleuren besteld. Want ik vond hem weer te leuk. Kijk, dit is namelijk een topje. Ik vond het zo'n leuk model. Het is gewoon heel basic, maar ook weer niet ofzo. Je kunt dit ook heel leuk combineren met bijvoorbeeld uit eten. Dit is dus de lichtblauwe kleur. Kijk, het is hier een beetje samengetrokken. En dan heeft het van die superleuke knoopjes. Super schattig. Ik vind het gewoon een heel cute topje. En hij heeft ook gewoon een geript stofje. En dus een hele leuke lichtblauwe kleur. En ik vond deze top zo leuk dat ik dacht van, ik bestel hem lekker ook in het zwart. Want het is ook gewoon een hele fijne basic om in je kast te hebben hangen. Dus ik heb hem nu lekker in twee kleuren. En deze heb ik ook in een one size. En dit waren dan alle items die ik deze keer heb besteld bij YesStyle. En zoals ik dus al eerder zei in deze video, heeft YesStyle dus ook heel veel Koreaanse skincare en beauty en make-up producten. Dus als jullie het leuk lijkt, kan ik daar natuurlijk ook een video over maken. Dat ik dat lekker ga unboxen met jullie. En ook ga proberen en testen. Dus zeker even een blauw duimpje omhoog als jou dat leuk lijkt. Ik had jullie ook beloofd dat ik jullie nog wat tips en uitleg zou geven over de verzending van YesStyle. Want ik denk dat daar nog wel wat vragen over zijn. Wat bij YesStyle heel belangrijk is om te kijken is bij de items hoe lang de levertijd is. De levertijd verschilt namelijk per product. Ik zou sowieso even hier een beeld van foto's plaatsen zodat je kan zien waar ik het over heb. Het ene topje kan bijvoorbeeld verzonden worden na 7 dagen. De andere top wordt al verzonden binnen 24 uur. En bij verzonden betekent het nog niet meteen dat je het in huis hebt. Maar dan wordt het gewoon verzonden vanuit de warehouse. Dus dan is het al onderweg. Maar bij sommige items kan het langer duren. En dan ja, krijg je je items dus ook pas veel later. Bij mij heeft de verzending volgens mij rond de 2,5 weken geduurd. Dacht ik ongeveer. Langer is het niet geweest. En ik kreeg het dus ook in meerdere pakketten binnen. Zoals je wel kon zien in het begin van de video. Ik had twee zakken en het kwam dus ook gewoon in twee keer aan. Alles is ook verzonden met DHL. Dus dat is ook wel fijn, want dat is gewoon lekker betrouwbaar. Ik heb verder ook geen invoerrecht of zo hoeven te betalen. En volgens mij is de verzending boven een bepaald bedrag ook gratis. Dan heb ik nog een hele goede tip voor als je aan het kijken bent naar een bepaald item. Is ook om naar de reviews te kijken. Sommige mensen hebben namelijk al reviews achtergelaten. Dus dan kun je gewoon zien hoe het bijvoorbeeld staat. Want sommige mensen hebben ook foto's geüpload. En dan kun je zien van oké, hoe staat het bij haar? Hoe zal het ongeveer bij mij gaan staan? En ze hebben ook bijvoorbeeld gezegd hoe de maten vallen. Dus hun laten bijvoorbeeld weten dat je een maatje groter moet nemen. Of gewoon je eigen maat. Of een maatje kleiner. Dus dat is ook altijd heel erg handig. Dus zeker een tip om dat te doen. En wat ook echt mega leuk is, is dat ik voor jullie een kortingscode heb. Dus hoe leuk is dat om lekker mee te shoppen? Met de code ZENNETIEN krijgen jullie 10% korting als je bestelt vanaf 49 euro. En ja, je kunt echt voor 49 euro al mega veel items scoren bij YesStyle. Dus hoe mega leuk. En de kortingscode moet je trouwens ook helemaal in hoofdletters typen. Dus zennen met hoofdletters. Nou, ik moet zeggen dat ik echt mega verrast ben door YesStyle. Ik was zelf ook een beetje van, wat gaan we krijgen? Wat zijn de items? Hoe gaan ze me staan? Hoe vallen de maten? Maar ik moet zeggen, ik ben echt heel erg verrast. Over het algemeen ben ik echt super goed te spreken over de items van YesStyle. Er zitten ook zeker een aantal items bij waarvan ik denk van, de kwaliteit is gewoon net wat minder. Maar dat heb ik ook aan jullie verteld in de video. Maar bij deze ga ik de video afsluiten. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vond jij deze video nou leuk? Vergeet dan niet zeker even om dat blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet je ook zeker niet om te abonneren. Dat kan hieronder op mijn kanaal. Dat zou ik echt heel erg waarderen. En zo blijf jij ook op de hoogte van al mijn nieuwe shopblogs, vlogs en andere soort video's. En wie weet binnenkort ook een leuke video met allemaal Koreaanse beauty en skincare producten die je gaat testen. Dus vergeet je zeker niet om te abonneren. Ik ben zelf trouwens heel erg benieuwd wat jouw favoriete item was van deze hele shopblog. Dus laat me dat zeker weten hieronder in de reacties. En bij deze wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En wie weet zie ik jou weer in de volgende video. Doei!